uitwerking van de oefentoets, tweede klas elektriciteit. 3 geleiders, koolstof, ijzer, water met zout, 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Alle metalen zijn in principe goed. 3 isolatoren, lucht, glas, rubber, hout bijvoorbeeld, 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Welke meter zie je hier? Dat is de amperemeter, want die staat in serie geschakeld. En maakt het iets uit of die voor of achter het lampje staat? Nee, want de stroomsterkte is overal even groot. Reken de volgende om. Van milliampère naar ampère deel je door 1000. Dus niet door 100. Zet je komma hier en dan 3 plekken naar links. 1, 2 is 0,5, 3 is 0,05. Van ampère naar milliampère nu keer 1000. Je schuift dan 3 plekken naar rechts. 1, 2, 3 is 20. Volt naar millivolt keer 1000. En kilo betekent 1000. 3 punten, 1 fout, een punt eraf. Waarom moet je eerst het grootste bereik hebben als je start met meten? Anders kan je meter te ver uitslaan, je wijzer, en dan kan de verzekering stuk gaan. De waarde hier is 1,1 ampère. Je zit in het 5 ampère bereik, dus de 5 is een 5. Deze, die 5 is een 0,05 ampère. 0,04, 0,03, 0,028 ampère is de stroomsterkte. Elke 1 punt, met de eenheid erachter, anders is je fout. We hebben hier een LED en het symbool zie je daar getekend. Hoe groot is de spanning tussen de uiteindes? Je mag ze optellen. 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Maar die zit andersom, dus die trek je eraf. En dan wordt het 1,5 plus 1,5 is 3. Plus 1,5 is 4,5. En dan eentje eraf. 1,5 eraf, eigenlijk is het 3 volt. Spanning kun je meten met een voltmeter. En die zet je parallel, dus over de uiteindes. De netspanning is 230 volt in Nederland en de functie van de adapter is om er een veilige lage spanning van te maken. De symbolen die we hier zien zijn stopcontact, ampèremeter, bel, motor, LED. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Het schakelschema van deze situatie. Je hebt 3 lampjes aangesloten op een batterij en dan komt hier nog een voltmeter parallel over het lampje. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Als we in totaal 4,5 volt hebben over de lampjes, dan staat over 1 lampje een spanning van 1,5 volt. Die spanning verdeelt zich over de lampjes. Hoe groot is de stroomsterkte op plek 1? Nou, die is hetzelfde als op plek 5, dus 4 ampère. Dus de totale stroomsterkte. Op plek 3, hoe groot is die daar? Nou, eens kijken, we hebben hier 4 ampère. Hier hebben we 1 ampère. Hier 2. Nou, dan blijft er 1 over. Die splitst zich namelijk op. Je totale stroom is de stroom hier. Plus die, plus die. De spanning over het bovenste lampje is 2 volt. Dan is die over dit lampje en dit ook 2 volt. De spanning is namelijk overal gelijk bij een parallelschakeling. Door lampje 1 vloeit 30 mA, door 2 10, dan vloeit door lampje 3 30, min 10 is 20 mA. Als we bij vraag B lampje 1 losdraaien, die is serie geschakeld, deze twee parallel, dus het is een gemengde schakeling. Het serielampje draai je los, dan valt alles uit. Lampje 1 brandt het felst, vraag C, want daar gaat alle stroom doorheen. Dan bereken het vermogen, waarop staat 230 volt 0,1 ampère. Werk met gegeven gevraagd oplossing. Schrijf je formule op, vul hem in en een uitkomst met een eenheid. 3 punten, 1 punt voor dit, 1 voor dit en 1 voor dit met je goede eenheid. Vermogen met een spaarlamp waar 50 mA doorheen vloeit. Dan moet je weten dat je 230 volt netspanning hebt. De stroomsterkte deel je door 1000, dan heb je ampère. En dan doe je weer P is U keer I, 11,5 watt. 3 punten. Even een tussendoortje. Je moet uiteraard ook de stroomsterkte en de spanning kunnen uitrekenen. Wil je daar de formule voor hebben, dan moet je weten dat het P gedeeld door U wordt. En voor U, P gedeeld door I.
Voor VWO, misschien ook voor HAVO. Bereken hoe lang een lamp kan branden als er 20 mA vloeit en de accu waarop deze brandt een capaciteit van 2000 mAh heeft. Capaciteit is bekend, stroomsterkte is bekend. Dan gebruiken we de formule C is I keer T. En die schrijf je om naar T is C gedeeld door I. 2000 mAh gedeeld door 20 is